namiddag of goedemorgen. Kan ik u ergens mee helpen? Welke schoen wilt u kopen? Je bent altijd welkom. En dan gaan we scannen, hè? We zijn klaar. Kijk, en nu maakt u een foto van uw voet. En dan draaien we om. En dan gaan we de andere voet, daar gaan we ook een foto van maken. En je staat even stil en dan komt daar een briefje uit. Kijk, dat gaan we nu aan uw mama geven en dan weten we welke schoenen dan we moeten nemen. Hè. Om voeten te meten. Voetenmachine. De megametmachine. De schoenenmachine. De apenmachine. De smuffenmachine. Cadeautjesmachine. De supermanmachine. Kan ik eens zien, hè? Of dat je voeten veel gegroeid zijn. Wat had jij als vroeger als maat van de zomer? 37. 37, amai. En heb je een goede vakantie gehad? Ja? Zijn op reis geweest? Naar waar? Naar Frankrijk. Tikt u een naam maar eens, hè? Dan komt daar zelfs een briefje uit met een schone naam. Ik kom hier eigenlijk al regelmatig. Het is er veel keuze. Het is gewoon gemakkelijk om te parkeren. Met kindjes zijn ze ook. Je kunt eerst een keer rondkijken zonder dat ze bij u zijn. Je laat ze even spelen en als ik dan zelf gekozen heb, roep ik één per één, roep ik ze bij mij om dan ze te laten kiezen en te passen. Het allerbelangrijkste is de grote keuze in kinderschoenen. Dan denk ik dat ik heel hard moet nadenken om nog iets te vinden voor te verbeteren. Nee. Ik kan niet echt iets bedenken. De prijzen veranderen. Hoe werken en mooie schoenen verkopen. Heel lief zijn tegen de mensen. Veel reclame maken. Heel mooie schoenen zetten, dat er veel mensen komen. De schoenen moeten goed in zicht staan en zo. Dat er een super mooie kleur op zit. Gelijk fluo of zo. Kan vooral gratis. Hoe heet jij? Angelina. Angelina. Kijk, oh, maar je hebt er een stoelzolken in ook. Ja. Is het voor in de toerenles? Nee, het is of gewoon te gaan lopen. Oh, ga jij gaan lopen? Met school. Met school? En misschien als je dan wint, krijg je zo'n gouden beker. De kans zit er dik in dat je met die schoenen gaat winnen. Ze. Zeker een podiumplaats. Ziet er goed uit, hè, van maat. Het is op trouwens, maar ja, hier zit je vast. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Hè. We worden heel goed geholpen, vandaar dat wij graag naar Tors komen om schoenen te kopen. Ja. Zeker omdat ze ook steunzolen draagt. Vandaar ook, het is niet altijd evident om goede schoenen te vinden als je steunzolen draagt. Speciaal en origineel. En de kleuren van de regenboog. Lichtgevende schoenen in het donker. Springschoenen. Raketschoenen en als je dan op een knopje drukt, dan gaat dus kunnen supersnel lopen. Apenschoenen. Kijk, nu gaat er een briefje uitkomen. Ik kom schoenen kopen bij Tors omdat ik hier altijd heel vriendelijke bediening krijg. Je wordt altijd geholpen en als je zegt van ik wil kijken, dan laten ze je ook meer rust en dat vind ik wel belangrijk. Vooral omdat mijn vriendin mij naar hier gestuurd heeft. Maar zij is ervan overtuigd dat ze hier wel altijd haar zin vindt in feite. En zij is altijd heel blij met de schoen die ze krijgt. Dus. Ik zie dat er weer alles veranderd is, dus het is wel aangenaam om hier te komen. En ja, de bediening is altijd op en top. Ja, je moet hier maar een minuutje lopen in feite en wordt altijd bediend. Dus het is wel heel interessant hier. Ook als vader alleen even om naar hier te komen. Wordt altijd wel geholpen, dus ik zou altijd blij van de bediening. Sowieso. Ja, wat heb jij gekozen? Kan ik hier zien, hè? Oh, dat is mooi. Als je flink geweest bent, krijg jij nog een cadeau van mij. Alsjeblieft. Dat is voor een wedstrijd. Als je dat kleurt en je stuurt dat terug naar ons, dan kan je een heel mooi pakket winnen om terug naar school te gaan. Ja. Je ziet er wel cool uit. Ja, hè?